Wereldberoemd, de 22-jarige Eddy Lansink uit Scheveningen. De kitesurfer sprong vorige week donderdag 25 meter hoog. En dat is een wereldrecord. Ja, en het mooiste is misschien nog wel dat het werd gefilmd. De beelden staan op internet en ze zijn een absolute hit. Het is bijna niet te geloven dat het kan. Eddy is enorm blij met de sprong, maar helemaal met de beelden. Ja, super blij. Ik dacht, wow, dat is echt kicken. Ja. Dus, vette sprong, dat is één, maar dat hij nog op camera staat, dat is toch eigenlijk wel uniek. De cameraman, die langs de kust eigenlijk een andere surfer aan het volgen was, is ook erg blij. Toen ben ik even uit gaan zoomen, want die wind die werd te hard. En dan zie ik ineens Eddy weer de zee opsteken. Dus ben ik hem even gaan filmen. En na gewoon 200 meter daarna maakte hij gewoon de grootste sprong ter wereld tot nu toe. Vandaag stond er ook een lekker kitewindje, maar de omstandigheden van afgelopen donderdag waren extreem. De meeste surfers stopten met de harde wind, maar niet Eddy de Eagle. Je voelt het wel aankomen als je vol power de zee opsteekt en je ziet er een 3 meter golf komen en je ziet het vol je vlieger in. Dan weet je dat je hoog gaat, maar hoe hoog precies, dat is altijd even afwachten. We hebben wel eens meer van, oh, kijk die gast gaan of wat gaat die hoog, heb je het? Nee, en dan zit die camera of nog in je tas of in de auto of wat dan ook. Dus wat dat betreft is het bijzonder, absoluut. Ja. Kunnen we nog wat van je verwachten in de toekomst? Wie weet. We houden het internet in de gaten. En, bijvoorbeeld vorig jaar ben ik van Scheveningen naar Vlieland gekeit. En ik heb het idee om nog een keer naar Engeland te kiten of het lange afstandsrecord te verbreken. Ja. Maar we zullen het zien. Geen probleem lijkt ons. Met zulke sprongen ben je zo aan de overkant.